even naar de wedstrijd relaxen. En dan is het gelijk weer 10 uur. 9 uur toch? Ja, 9 uur geworden. En dan denk je, ja, wat ga ik doen? Ik ga gewoon even lekker deze relaxen nog. Ik ga ook klaarmaken om lekker bed in te gaan. Ik heb een beetje YouTube zitten. Super tof dat je kijkt naar Gloneel Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik heb gisteren niet gevlogd voor een reden, omdat ik ook privé dingen had. Gewoon ook even een moment voor mezelf wou. Het is ook een keertje lekker. En ik had eigenlijk, om te zeggen, gewoon eerlijk, ik had er even geen behoefte aan te vloggen. Wat ik wel heb gedaan is even lekker relaxen. Boodschapjes gisteren gedaan. En nu lekker wakker. Mijn vriendin, Sanne, bij John gebracht. En nu weer thuis. Heerlijk. Ja. Lekker warm in ieder geval. Nu maar even lekker relaxen. Wat ik allemaal vandaag ga doen is de tweede vraag. Maar eerst even lekker dingen achter de computer. Even editen van de vlog van vrijdag. Het is eigenlijk zo apart als je oude, tegen je oude club moet voetballen bijvoorbeeld. Stel je voor, ik werk nu bij een supermarkt bij Albert Heijn. En ik ga naar een andere supermarkt en ik ga heel even invallen voor... Ja, heel apart denk ik allemaal. Maar ik ga even wat eten. Want ik neem even lekker banaantje. Heb ik even vertrekken. En ik ga lekker tussendoor even voetbal kijken en lekker relaxen. Gewoon vandaag een beetje rustig dagje houden. Dus dat ga ik vandaag in ieder geval doen. Ja, laten we dat ook even doen. Lekker voetbal kijken in ieder geval. Feyenoord Willem II. Maar waarom denk je dat het over had bij jouw concurrent? Want Sven van Beek speelt nu bij is verhuurd aan Willem II. En dus dat. Ja. Ik ga nu ook trouwens lekker dat kijken. Dus laten we het ook doen. Oh, even naar de wedstrijd relaxen. En dan is het gelijk weer 10 uur. 9 uur toch? Ja, 9 uur geworden. En dan denk je, ja, wat ga ik doen? Ik ga gewoon even lekker deze relaxen nog. Ik ga ook klaarmaken om lekker bed in te gaan. Ik heb een beetje YouTube zitten kijken. En niet zoveel andere dingen. Dus. En ik ga nu klaarmaken om ook naar bed te gaan. En lekker slapen. Morgen weer een dag. Morgen gaan we zien wat er allemaal gaat gebeuren. En ja, dus dat. Ja, deze ga ik even. Ik ga nu weer klaarmaken om lekker bed in te gaan. En mensen klaarmaken, mensen. Nou, zo bouwen. Dus. En wat ik ook nu ga doen is lekker relaxen nog achter de computer. En hoe laat ik ga slapen is de tweede vraag. Zit je hier zo op de stoel? Zit je lekker tv. Ja, eigenlijk via computer tv te kijken. Maar ik ga lekker klaarmaken om lekker richting bed in te gaan. Waarschijnlijk een hele korte vlog. Excuses ervoor. Omdat ik niet zoveel heb meegemaakt. Een beetje relaxed houden. Wat ik al zei, mijn vriendin naar station gebracht, voetbal gekeken. En ja, het is echt benauwd ineens. Maar ja, ik ga het nogmaals klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Ik wil jullie al wel bedanken voor het kijken naar deze vlog. Excuses als het een korte vlog is, maar vonden jullie deze vlog leuk, doe zo even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd, zou het tof zijn als je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Gloneel Vlog om 1 uur en zeg ik hierbij... Laters. En wat er eigenlijk van vandaag gaat gebeuren is, ik denk, wat ik al zei, maar heb ik gisteren al doorgemeld, dat jullie dit niet hebben gaan verwachten. Dat klopt. Wat ik ga doen is namelijk vandaag.